kan je het ook wel een beetje zien. Oh. We gaan eerst naar boven en dan pas hier beneden. De meesten beginnen beneden en gaan daarna pas naar boven. En dan weer terug naar beneden. Dus we lopen eerst lekker hier voorlangs. Zijn we daar de Hero City, daar gaan we zo meteen even richting naartoe. En dan de Hell Raiders Booster, die gaan we zo meteen doen. Maar we gaan eerst verder met ons parcours. En dan ook altijd leuk, de lachspiegels. Ben je dik of ben je dun? Het maakt niet uit. Het is voor iedereen een feestje. En nou, we gaan we echt op de bovenste verdieping het doolhof, hè? Kijken of dat we niet de weg kwijtraken. Oh, dit loopt al dood. Dus gaan we terug. Want glazen doolhoven kunnen toch best wel moeilijk zijn en verraderlijk zijn. Oké, dan gaan we deze kant op, want daar ligt dood. Dus gaan we denk deze kant op. Daar komen we. Oh. Boven was al makkelijk. En nu gaan we naar beneden toe. Het onderste gedeelte van het doolhof in. En meestal is dat de grootste. En onderin en bovenin de kleinste. We gaan hier eerst naar achteren. Nee. Jawel. Maar het is echt tot nu toe een, ja, bovenin een heel simpel parcours. Oh, gaan we een rondje van de zaak maken. Even rondpond erna doen. Dan gaan we, ja, hier loopt het dood. Dan gaan we hier. Hier. Dan gaan we achter de kassa langs. Dan gaan we denk hier nog even in. Deze kant op. Dan gaan we een beetje weer terug naar achteren. Dan gaan we hier de bocht om. Hier bochtje, bochtje. Nou, eigenlijk dames en heren, deze is best wel simpel om te doen. Als je het een beetje door hebt, dan is het heel simpel en leuk. En ja, we wensen je tot ziens en tot de volgende keer maar weer. En ja, dames en heren, dat was dus Viva Las Vegas van Arias, het diepe glazen doolhof. Precies wat ik zei, bovenin is heel simpel, onderin wat lastiger. Maar het is gewoon een hele mooie om te zien en om te doen. Echt heel leuk gedecoreerd qua wanden en de voorfront heel mooi gedaan. En vroeger had dit een Sikhs thema, maar sinds een jaartje of 2, 3, rond de coronatijd, is het Las Vegas geworden. Maar kom je hem tegen op je eigen thuiskermis, loop er lekker eens een keertje doorheen. Want het is echt een leuke glazen doolhof om te zien en om te doen. Ofwel, Viva Las Vegas van Arians!